In samenwerking met de voedings- levens- hoe heet het? Godvergodverdomme. Saai! Maar het is wel waar. Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra! En vandaag in de mix... kleurstof, melk en een klein beetje zeep. Oké, en naast mij zit... Willy Wagels. En de andere kant? Nou? Karel Knol! Ja. Mijn naam is Harry Hunter. Nou, Harry Hunter, ja. Laten we maar beginnen met de melk op het bord te leggen. Want vandaag, jongens en meisjes, gaan wij magie zien. Magie? Nee, dat doe je in de soep. We gaan er ook soep van maken nou. Echt, ik ben heel erg benieuwd. Wat ga je doen? Wat doe je nu? We gaan hier, wat stop je erbij? We gaan hier een stipje bij doen. Ja, maar wat is dit? Dit is kleurstof, vrouw. Oké, okay, kan je dat drinken? Jij wel. Zo. Okay. We er daar eentje. Zo, maar kleurstof heeft ook gewoon een houdbaarheidsdatum. Natuurlijk. Oké. Het behoudt. Net zoals jou, Noah. Jij hebt ook een houdbaarheidsdatum. Ja, nu ben ik nog terug. Nou, hey, nou Noah, mooi. Noah, ja. Heb je voor je verjaardag ook een scheermesje gekregen, of niet? Ja. Nee. Ik gelijk weer weggegeven. Ja, ja, ik had er niks aan. Oké, okay, nou gaat het gebeuren, jongens en meisjes. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik hoor jullie. Sorry, schreeuwen. Ik hoor jullie niet, kinderen. Zijn jullie er klaar voor? Ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie nog steeds niet. Nee, want wij zijn in Amsterdam. Jongens, al die kinderen op te schreeuwen, joh. Nee, ik hoor jullie niet. Nee. Nou, oké. Het Deborah-gehalte is wel weer lekker hoog, hoor. Het Deborah-gehalte? Oeter. Romaan heet het. Oké. Het is Romaan. De Deborah. Zij heet Deborah. Wie? Het echt heet Deborah. Oh, ja. Oké. Dat weet jij dan weer, hè. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik jij dan met haar tindert. Zijn jullie er klaar voor? Nog een keer. Het leeft. Lachen dit, man. Ja, lachen, hè? Ja. Kijk hier, oh zo! Zag je dat? Nee, nog een keertje. Dit is gewoon kunst. Kijk hier, zag je die balletjes? Ja, joh. Dat is gek, hè? Oh, fucking sick, hoor. Dat is sick, hoor. Het ruikt ook lekker, de zeep. Ja, bizar, hè, jongens. En nu gaat Martijn jullie vertellen hoe dit nou precies werkt. Nou, je hebt dus zeg maar de melk, er zit een bepaalde substantie in. Dan doe je een aantal, hoe heet het, kleurstof, doe je dat erbij. Ja. Dan heb je op een gegeven moment maak je een van de vierkant van de kleurstof. Dan heb je dus zeg maar de vierkantjes. Dan heb je elk puntje zit één rondjes. En dan op een gegeven moment pak je dus de What the fuck? Kijk dit! Stampertje. Je ziet balletjes! Ja, dat klopt. Dit heeft helemaal mee te maken. Want in deze substantie, in deze zeepsubstantie, zit een bepaalde stof. Saai. En dat heet tetrasodium. Staat ook hier op afstand. Ja. Glutamate diacetate. Ja. Dat is een bepaalde stof waardoor je met de substantie van het wattenstaafje een bepaalde reactie opwekt bij de melk. Zo. In samenwerking met de voedings- levens- hoe heet het? Saai! Maar het is wel waar. Nee. Alsof je aan de drugs zit. Hebben we drugs op? Kijk, het trekt ook weer allemaal naar binnen, zie je? Het is bij mijn lul. Als het koud is. Hij trekt alle kleuren weg. Het is heel creatief. Ik was erg benieuwd naar de knal, maar die is weer niet gekomen. Ja, nee, die is niet gekomen. Ja, misschien volgende keer. En de volgende keer kun je weer een hele leuke in de mix vinden. Wil je ook een andere in de mix zien die we al hebben geüpload? Klik er even hier. Linkje vind je in de videobeschrijving. En vergeet ook niet onze website een bezoekje te brengen. www.ponkers.nl, want daar kun je exclusieve merchandise vinden van Ponkers. Zoals deze overal. Nee, maar die krijg je echt overal. Goed. Nou, wij zien jou de volgende keer. Laddie. Daarvoor. Die zit overal verkrijgbaar. Laat hij hem nog een keer zeggen.